Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Dit is een ander soort video dan normaal. Ik heb dit volgens mij nog nooit eerder gedaan op mijn kanaal. Ik ga namelijk samen met jullie een soort van lente schoonmaak houden. Het is echt nodig om mijn kamer op te ruimen, schoon te maken. Schoonmaken is best wel een slechte eigenschap van mij. Daar hou ik niet zoveel van. Ik hou wel van opruimen, dingetjes weer netjes opbergen, maar schoonmaken, dus een doekje overal overheen halen, is niet echt mijn favoriete bezigheid. Dus ik dacht, ik ga vanmiddag gewoon lekker een spring cleaning houden. Dus mocht je benieuwd zijn, 1. wat voor spullen ik allemaal heb. 2. hoe ik schoonmaak. Kijk dan vooral verder. En mocht je toevallig nu ook een lente schoonmaak of gewoon een normale schoonmaak willen houden, laat deze video dan vooral aanstaan. En dan gaan we gezamenlijk lekker opruimen en schoonmaken. Ik ga denk ik eerst met mijn bureau beginnen, want hier zit ik het vaakst aan. En natuurlijk gaat er een muziekje aan, want zonder muziek kan ik niet schoonmaken. Oké, voordat ik mijn bureau weer helemaal ga decoreren, ga ik eerst even de laden uitruimen. Ik heb zoveel spullen en ik weet echt niet wat ik er allemaal mee moet. Het is gewoon veel te veel. Maar oké, laten we beginnen met het eerste laadje. Ik ben ook echt zo'n persoon die mijn vliegtickets bewaart. Hebben we nog meer van. Ik heb nepwimpers. Die heb ik ooit gekocht, maar nog nooit gebruikt. Kijk dit. Dit is allemaal buitenlands geld. Overal waar ik naartoe ga, heb ik wel eens geld over. En dat bewaar ik nu in dit potje. Oké, in dit laadje heb ik dit bakje. En eigenlijk is dit een klein bestekbak. En deze heb ik van Flying Tiger. En hij is op zich best wel fijn. Alleen ik had er eigenlijk meer moeten kopen. Op dit moment ziet het laadje er zo uit. Ik heb hier wat pennen. Hier heb ik nog wat andere dingetjes. SD-kaartjes, mijn aansteker voor mijn kaarsen. Een externe harde schijf en wat ja, boekjes en schriftjes. Er is nog een grote kans dat er nog meer bij komt, maar voor nu is het dit. Dit is la nummer 2 en hierin zit mijn make-up stash. Ik kan dit nooit netjes houden, want altijd als ik mijn make-up doe, dan gooi ik het er weer in. Dus ik ga het gewoon even ja, eruit halen, het laadje schoonmaken en dan ga ik alles weer terugleggen. Opgeruimder dan dit kan ik niet krijgen. Ik kan het wel heel netjes recht gaan leggen, maar morgen zal het er weer rommelig uitzien. Dus dan kan ik het beter gewoon zo laten. Dan denk je, oh dit is hartstikke clean. Maar dan kijk je deze kant op. En dan zie je dat mijn bed helemaal onder ligt met de puinzooi. Ik heb ook echt zoveel spullen en ik vind het zo lastig om afscheid te nemen van bijvoorbeeld make-up die ik niet meer gebruik of andere dingetjes. Dus ja, het moet toch wel minderen, want anders blijft het maar een penzooi. Het is inmiddels. Ik was om 4:15 begonnen. Het is bijna 4:15. En ik wil tot 1:30, 5:30, 6:00
doorgaan met opruimen en schoonmaken. Op mijn nachtkastje heb ik een doosje staan met allemaal sieraden. En dat valt bijna, oké. Het leuke is dat ik niet alle sieraden draag. Maar ik vind het gewoon zonde om het weg te doen. Maar ja, ik bewaar het nu gewoon even. Wie weet dat ik dit een andere keer ga uitzoeken. En dit is echt too much. Het zit volgens mij ook gewoon in de knoop. Ugh. Maar hier heb ik dus een laag voor mijn zilveren sieraden, mijn gouden. En dit is een mix van alles en nog wat. Nu wordt het tijd om iets aan mijn kledingkast te lopen doen. Ik heb niet zo'n grote kledingkast, maar ik heb wel aardig wat kleding. Ik haat dat, want het is echt een zwart gat. Want er ligt van alles en nog wat. Dus ik ga even kijken of ik hier onderop kan komen. En dan ga ik het maar uitzoeken. Mijn kamer is zo goed als clean. Mijn bed is weer netjes opgemaakt. Eigenlijk moet ik dit allemaal nog in de was doen. Maar dat komt morgen of zo wel. Want ja, anders heb ik vanavond geen schoon beddengoed. Want ik heb geen andere hoeslaken. Dat moet ik nog een keer gaan kopen. Maar eigenlijk wil ik mijn kamer anders decoreren. Maar ik heb geen idee met wat. Ik heb nu dat daar staan. Ik heb nu dat daar staan. Ik heb nu dit hier. Hier heb ik vandaag echt letterlijk niks aan veranderd. Dat komt wel een andere keer. Maar het is nu wel weer clean. En daar ben ik heel erg blij om. En mijn kast natuurlijk. En jullie zijn waarschijnlijk ook gelijk benieuwd naar de inhoud van mijn kast. Dus ik geef al een korte closet tour. Dit is mijn kast dus. Ik heb hier wat jurkjes, jumpsuit. Mijn kast is nu echt nog een combinatie met zomer- en winterkleding. Want ja, je weet het nooit met Nederland. Op dit moment is het raar weer. Dus ik heb mijn winterkleding nog een beetje nodig. En af en toe kan ik ook dit combineren met een jasje of zo. Maar dit hangt nu hier. Dit is de onderkant. Nog steeds niet mega geordend. Maar voor nu is het prima. Bovenin staan een aantal van mijn schoenen. En dan hebben we hier nog wat andere dingetjes. Bovenin mijn shirtjes. Mijn korte en lange mouw shirtjes. Hemdjes. Nog heel veel sweaters. Ik heb een tijdje geleden wat truien weggedaan. Maar ik heb nog best wel wat. Dan hebben we hier broeken, spijkerbroeken, pantalons, joggingbroeken, noem het maar op. En daaronder hebben we een doos met sokken en ondergoed. En daarnaast nog wat leggings en tasjes, et cetera. Plannen zijn veranderd. In eerste instantie wilde ik eigenlijk niet mijn kleding gaan uitzoeken en gaan sorteren wat ik wel wil houden en wat ik weg wil doen. Opeens had ik wel zin om dat wel te gaan doen, dus daar ben ik nu mee bezig. En als ik de kleding heb uitgezocht, dan ga ik denk ik foto's maken en dan ga ik ze op United Wardrobe zetten. Ik heb al wat hier liggen. Sommige kledingstukken ga ik dan op United Wardrobe zetten en sommige kledingstukken geef ik aan een goed doel. Nou, de items staan op mijn United Wardrobe account. Mocht je me nog niet volgen, volg me dan erop. Ik zal een linkje van mijn account hieronder in de beschrijving zetten. Het is inmiddels alweer 5:30 en opruimen neemt zoveel tijd in beslag. En ik ben nog niet eens klaar. Ik moet eigenlijk nog de lade van mijn nachtkastje doen. En voor de rest is mijn kamer wel zo goed als, zeg maar, opnieuw georganiseerd. Ik ben best wel uitgeput. Maar ja, ik hoop dat jullie deze video toch leuk vonden. En mochten jullie in de toekomst een nieuwe roomtour van mij willen zien, als ik zeg maar het opnieuw heb gedecoreerd,
Laat het dan vooral hieronder in de reacties achter. Ik heb niet elk hoekje van mijn kamer laten zien in deze video. Want ja, ik hoef niet elk stoffig hoekje met jullie te delen. Maar ja, misschien heb ik je wel gemotiveerd om ook jouw kamer op te gaan ruimen. Of je huis op te gaan ruimen. Doe vooral dat duimpje omhoog. En laat hieronder in de reacties videosuggesties achter. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Oh ja, als je tips hebt hoe ik mijn kamer leuk kan decoreren. Laat het me ook weten. Want ik ben op dit moment een klein beetje inspiratieloos. Oké, bedankt voor het kijken. Doei doei!